Welkom bij Spam Talkshow. Ik ga vandaag praten met Lieneke Gerson, die hulp verleende op de stranden van Lesbos. Met Bart Rennen van het Eindhoven Museum en Mr. Gay Netherlands, oftewel Tom van de Nieuwenhuizen. En er is prachtige muziek van Tip Jar. Filmpje. Het is nog een stip aan de horizon, maar al snel wordt duidelijk dat het opnieuw een boot vol vluchtelingen is. Jongens alleen, soms pas 14 jaar oud, maar ook hele gezinnen komen aan land. It's so dangerous because I was 50 person in one small ship. Yeah, this is so dangerous. But you made it and now? Now I have to go to camp, you know camp. Lieneke en Marleen Gerson, twee Eindhovense zussen, zien wekelijks de beelden op de stranden van aankomende bootvluchtelingen. En ze voelen zich geroepen om zelf iets te gaan doen. Ze melden zich aan bij de stichting Bootvluchteling, worden gekeurd en gaan in hun herfstvakantie naar Lesbos om te helpen. Hoe dat was, komt Lieneke Gerson vertellen hier aan tafel. Welkom. Hoe is dat bij jou gegaan, het proces tussen het kijken naar die beelden die wij ook allemaal hebben gezien en de beslissing nemen om daar zelf iets te gaan doen? Nou, ik zag inderdaad al maandenlang de beelden en het ging bij mij steeds meer jeuken. En ik voelde van, ik moet iets doen. Ik dacht, zal ik alleen gaan? Ik dacht, nou ja, dan moet ik zelf het wiel uitvinden. Toen stuurde mijn zus een berichtje door van de Trouw en waarin de Stichting Bootvluchteling werd genoemd. Toen ben ik contact gezocht met Stichting Bootvluchteling en... Zodoende kon ik samen met mijn zus gaan. Ah ja, wat doet de Stichting Bootvluchteling? Op wat voor manier bereiden ze je voor? Of word je geselecteerd, getraind? Nou, ik moest een aantal vragen beantwoorden. Waarin duidelijk moest blijken of ik zowel geestelijk als lichamelijk aan zou kunnen. Om daar te zijn, omdat het lange dagen zouden zijn. Mm-hmm. Weinig slaap zou zijn. En toen ik door die procedure heen kwam, zeg maar... kon ik en mijn zus ook gaan. Heb je ook een stukje training gehad hoe je moest om wat je kon verwachten nee. En hoe je daarmee om zou moeten gaan? Nee, ik ben er in die zin ben ik er blanco inderdaad ingestapt. Hoe vond je achterban het? Je hebt kinderen? Ja, die vonden het. Ze zit hier ook in de zaal. Die vonden het wel spannend inderdaad dat ik zou gaan. Ze hadden ook wel door dat mama niet zomaar op vakantie ging, maar dat ook wel iets speciaals zou zijn. Ja. Dus ja, de meeste mensen reageerden overwegend positief. Ja, je hebt veel geld ingezameld via acties onder andere op Facebook. Ja. Hoeveel heb je bij elkaar verzameld? Ja, ik heb de precieze eindstand niet bij elkaar gekregen, maar ik vermoed dat het wel richting de 1000 euro loopt. Zo, ja. En dat was geld bestemd om daar uit te geven? Ja, het was gestort op de rekening van de Stichting Bootvluchteling. En de Stichting Bootvluchteling koopte dan weer eten, drinken voor de medische post... dus om verbandjes, pleisters, medicijnen te kopen. Mm-hmm. Voor transport, benzinekosten, huur van de bus, et cetera. Kleding. En dat krijg je dan daar aangeleverd om werd er eigenlijk een paar mensen aangewezen die spullen kochten. Dat was ook in Kalonie, een andere stad op Lesbos. Werden dan spullen ook uitgezocht en geselecteerd. En wel ook spullen gekocht inderdaad, om te verstrekken aan de vluchtelingen. Waar bestond jouw taak uit? Nou, heel concreet. Er was een deurtrood. Die is nu niet te zien. Wat is dat, een deurtrood? Een deurtrood was een onverharde weg van 10 kilometer. Ja. Met aan de ene kant het ravijn en verder op het strand. En aan de andere kant rotsen. En daar reden we overheen. Wij kregen dan een gedeelte toegewezen waarop wij moesten staan patrouilleren. Mm-hmm. Met een verrekijker. En dan, als we dan een boot zagen aankomen... Dan moesten we spotten van waar gaat die boot naartoe. En dan reden we daar naartoe met de auto. En dan gingen we daar inderdaad de mensen opwachten. Proberen de mensen naar een juiste plek toe te begeleiden. En ze kwamen gewoon overal aan. Er zijn geen zones voor ingericht waar je ze naartoe probeert te loodsen. Ja, nou ja, het is ook net hoe staat de wind, hoe is het weer, hoeveel benzine hebben ze bij zich. Dat was ook nog wel eens een probleem. Dat het op was of dat ze te weinig benzine dus middag kregen. Dus dat ze op een gegeven moment moesten gaan roeien. En dus heel afhankelijk daarvan waar de boot aankwam. En dan stond je daar en kwam er zo'n boot aan? Ja. Wat en dan, gebeurde er dan? Nou ja, er waren of een paar sterke mannen, zeg ik dan maar, die de boot vasthielden.
En dan kon ik inderdaad mensen eruit helpen, vaak kinderen aanpakken, wachten tot de ouders zouden komen. Mm-hmm. Mensen op hun gemak stellen, even een praatje maken zo mogelijk. Mm-hmm. En mensen eten en drinken verstrekken daarna. Dat kleine kinderen. Dat daarbij op het strand? Ja, op het strand inderdaad. Op het strand was inderdaad vooral de opvang. Ja. Inderdaad. En mensen geruststellen. Ja. Noodtekens uitdelen van die emergency blankets. Ja. Mensen die om konden slaan als ze nat waren. Zo. Hoe kwamen mensen uit die boten? Heel wisselend. Soms kwamen mensen haast euforisch uit de boot. Van we zijn eigenlijk in Europa. Omhelzingen. Hoe lang kussen. Was het varen? Van waar ze meestal kwamen? Je zag aan de overkant, dat zie je nou niet hier, de Turkse kust. Was 5 kilometer verderop. Hoe lang hadden ze dan in zo'n boot? 2 uur met mazzel. Maar het is ook wel eens 7, 8 uur met een uitschieter tot 10 uur. Als ze stil lagen op het water. Ja. Als de weersomstandigheden ruwe waren. Ja, dag en nacht? Nou, 's nachts meestal niet. Mm-hmm. Heb ik niet meegemaakt toen ik er was. Wel tot 's avonds inderdaad. Ja. Afhankelijk van de weersomstandigheden. Euforisch zeg je, maar ik kan me ook voorstellen dat wisselend dus. Ontgredderende toestanden hebt gezien. Soms gaan mensen dus euforisch eruit. Maar mensen kwamen er ook wel eens, zeker als het donker was, er nat uit de boten, panisch of juist apathisch. Mm. Heel wisselend inderdaad. Had je het idee dat je wat kon doen, dat je wat kon bijdragen? Ik hoop het. Ik hoop dat ik wat heb kunnen bijdragen. In die zin dat ik mensen op hun gemak heb kunnen stellen en dat ik mensen even mensen heb kunnen laten voelen. Wat is jouw eigen beleving daarin geweest? Ik denk dat ik wel een bijdrage heb kunnen zijn daar. En dat ik voor sommige mensen hopelijk in ieder geval eerste welkom heb gegeten op ons Europese continent. Ja, om ze daarna naar een toestand door te sturen waarvan je intussen ook wel wist dat het de opvang intussen niet meer zo goed geregeld was. Ja. Dat er verderop in Europa. Ja, en zelfs al moeilijke in de kampen. Situaties in de kampen. Zelfs in de kampen, op Lesbos zelfs al. Ja, want waar kwamen ze dan in terecht? Ze kwamen vaak eerst in de eerste kamp terecht. Afhankelijk van waar ze aankwamen, werden ze doorgestuurd naar een kamp. En van daaruit gingen ze dan naar een ander kamp toe. Het bekende Moria, het Brugt ondertussen al. Vanwege de omstandigheden en kamp Kara Tepe. Mensen die chronisch ziek waren, gingen naar een ander kamp toe, waar ik nu even de naam van vergeten ben. Die werden meteen op het strand geshift? Nee, nog niet op het strand geshift. Mensen moesten gewoon lopen. Wij moesten mensen informatie geven van het is een uur lopen of een 3 kwartier lopen. En daar word je opgepikt of daar is een kamp. Afhankelijk van welke kant ze opliepen, liepen ze op naar een kamp toe. Mm-hmm. Of ze werden opgepikt door een bus op die plek. Ja. En van daaruit werden ze naar een kamp gebracht. Ja. Dus, je beschrijft ook in je blog die je hebt gemaakt, eentje van over hele mooie modepoppetjes die aangevaren kwamen. Ja. Bijzonder. Ja, soms waren er echt dames die er echt helemaal piekfijn uitkwamen. Dan even hun hoofddoekje goed doen. Of hun haren, als ze gewoon los haar hadden, hun haar goed doen. Ja. Perfect in de make-up. Ja. En dat ik dacht, oh mijn god, ik ga zo dadelijk echt naar erbarmelijke omstandigheden toe. Wat heel dubbel is. Want mensen, ik weet dat mensen nog lang niet te zijn. Ja. En ondertussen waren mensen zo blij dat ze waren. Dat ze in ieder geval uit die oorlog zijn. Ja. Maar misschien ook een soort valse verwachting of hoop van wat Europa hun kan bieden. Ja. Ja. Wat heeft je het meest geraakt? Meerdere dingen. De vrouw die 9 maanden zwanger was, die in de auto zat. En bij ons, want de kwetsbaarste groepen brachten we of naar het kamp toe of naar de plek waar de bus kwam. Dus de vrouw die 9 maanden zwanger was, waarvan ik dacht, oh mijn god, die moet hier dus ergens gaan bevallen. Mm-hmm. Ja, hoe zal dat gaan? Waar, hoe, Ja, want daar werd er niet op ingericht, zeg maar. Nee. Uit iedere boot kwam wel een zwangere vrouw. De kleinste kinderen. Ja. Hoe was die verhouding, mannen, vrouwen, kinderen, ouderen? Ouderen was wel in de minderheid. Ik heb wel oudjes eruit zien komen, oudere mensen van boven de 60. Mm-hmm. Maar dat was wel echt een minderheid, in mijn beleving. Het waren wel meer mannen. Zeker wel. Ik denk toch zeker wel 60%. Zeker wel. Misschien wel meer mannen. Ja. En daarnaast inderdaad ook toch wel veel vrouwen en kinderen. Uit iedere boot kwamen zeker wel 5, 6 meer kinderen. Hoe zaten die kinderen? Hoe ging dat? Ja, nou, zoals je misschien net hebt gezien op de boot aan de buitenrand. Hè, van zo'n boot waar 50 mannen op zaten. Mm-hmm. Dus aan de buitenrand zaten de mannen meestal. En binnenin zaten dan de vrouwen en de kinderen inderdaad. Ja. Zodat die zeker zijn beschermd werden. Ja, drama. Ja, een boot die eigenlijk maar 15 man. Moeilijk om aan te zien als moeder?
Ja, vooral kinderen van de leeftijd van mijn eigen kinderen. Dat dacht ik van, oh, die zijn zich echt heel bewust al van, hè, van wat er zich afspeelt. Ja. 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 Heb je van iemand een contact gegeven, gekregen, een band ontwikkeld die je kunt volgen? Ja, nee, heb ik niet gedaan. Achteraf dacht ik, had ik dat willen kunnen doen. Maar ik wilde mezelf ook niet opdringen. Mm-hmm. Hè, ik wilde gewoon mensen ook gewoon op adem laten komen. Ja. Ja, even gewoon mensen kunnen voelen. Ja. En dat was ook, ja, ook wel de opzet om inderdaad juist aandacht te geven aan de kwetsbaarste groepen. Ja. Vanuit de Stichting Bootvluchteling. En inderdaad, Je hebt het een week gedaan. En dan kom je weer terug ineens met een vliegtuig. Ja. Land je weer in Nederland. Ja. Deze samenleving, deze luxe, deze veiligheid. Mm-hmm. Hoe was dat? Ja, ik vond het wel... mijn lichaam was geland, maar de rest was nog in Lesbos. Ja. Zelfs mijn lichaam was er nog niet helemaal. Mm. Dus ja, dat vond ik de eerste... De eerste week was sowieso heel moe en even een bijkomen inderdaad. En daarna kwam langzamerhand door van... Oh ja, dit is zo'n verschil. Het is wel in Europa, maar nog niet eens de basisvoorzieningen zijn goed geregeld daar. En dat was wel echt, dat was wel echt schrijnend om te zien. Heeft het jou veranderd? Ja, volgens nog 3 weken verder ben ik wel meer... dat ik denk, ja, het draait dus echt om de essentie. Dat we goed zijn voor elkaar en ook oog hebben voor de nuance. En dat het geen zwart-wit verhaal is. Wat bedoel je daarmee? Welke nuance zou je meer belicht willen zien? Ja, welke nuance. Dat we allemaal mensen zijn. En dat ik heb alleen maar mensen gezien zoals jij en ik. Geen IS-strijders. Ja. Nou, gelukzoekers. Ja. Ja, ik heb zelf niet zoveel met die termen. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het je misschien zelfs boos maakt. Omdat het misschien niet is wat je hebt gezien. Ja, nou, ik ben er gewoon echt toe gegaan om als mens daar andere mensen te helpen. En ik ga niet in het politieke, dat is niet wat ik daar ben gaan doen. En dat is ook niet waar ik me in wil mengen. En de machteloosheid van het zien van een klein stukje van zo'n eindeloze stroom. Mm-hmm. Ja. Ja, op dat moment was ik gewoon aan het handelen en was ik gewoon aan het werk inderdaad. Mm-hmm. En af en toe dacht ik, oh, dit is echt verschrikkelijk wat ik zie. Maar ja, dan slikte ik het weg, want er was hulp nodig. Mm-hmm. Maar het is gewoon wel een echt trieste... Ja, wel een trieste situatie. Zeker als ik verhalen hoor van mensen over hoe ze in Turkije zijn behandeld. Hoe mensen smokkelaars handelden. Mm-hmm. Ja, heb je toch wat verhalen kunnen horen? Ja, ja. Mensen die goed Engels spraken konden natuurlijk makkelijk zo vertellen. Andere mensen deden het meer met gebaren inderdaad. Dat ze gevangen waren gezet. Dat ze overal voor moesten betalen. Dan ook nog aan mij vroegen, how much? Ah, ik zei, ja. Nothing. Ja, ja, ja. En maar zelfs voor water vragen om te betalen. Voor een pleister. Ja, ja. Ja. Heb je een idee of een mening over wat er zou moeten gebeuren in Nederland, in Europa, daar ter plekke? Ja, nou... Of probeer je daar een mening over te hebben? Nou ja, weet je, ik wil me daar ook een beetje... Ik wil me daar ook niet in die zin nou in mengen en ook dat ook niet uitdragen, inderdaad. Ik heb zoiets van, ik denk dat ik gewoon als mens gewoon mensen wil helpen. En dat is ook wat ik hier zou willen doen in Nederland. Ja. Jij bent daar een week geweest. Ik neem aan dat op dit moment daar ook weer steeds boten aankomen. Dat maar doorgaat. Zijn er nieuwe vrijwilligers nodig? Ja, dat is het soort van estafette-model die de Stichting Bootvluchtelingen ook hanteert. Dat er gaan mensen voor een week of langer naartoe. En daarna komen weer nieuwe vrijwilligers. Volgens mij zijn er genoeg aanmeldingen. Is het goed geregeld via Stichting Bootvluchteling? Zou je mensen willen adviseren om het op die manier te doen? Als misschien nog jou geïnspireerd nu de behoefte hebben om ook zo'n week te gaan draaien daar? Ja, ik vind het wel goed geregeld inderdaad. Hè. Je komt eraan, je hebt een korte briefing. De eerste dag ga je mee met iemand die al langer werkzaam is. Krijg je inentingen? Ja, heb ik wel. Die had ik al inderdaad. Ik kan me voorstellen. Ja, hepatitis A, B, DTP. Ja, dat is wel handig. Ja. Hey, je hebt een ander initiatief waar je naar wil verwijzen. Eat and Meet. Ja, nou, ik zou net graag ook gebruik willen maken van de gelegenheid om inderdaad in Nederland iets op te zetten. Mm-hmm. Dus het is niet dus als mensen denken van, goh, het is in Griekenland te doen of ik moet naar Griekenland. Mm-hmm. Ja, dat hoeft niet. Ook in Nederland worden er evenementen georganiseerd. In Apeldoorn is Eat and Meet georganiseerd. Komt dat voort uit dezelfde mensen die... Nee, dat is een los... Ja, een nee, huis toevallig zijn ook mensen. Vluchteling. Nee. Ja, er wel gastgezin voor een vluchteling. Gastgezin ja, voor vluchteling. Klopt inderdaad. Ja, dat is daar ook uit voortgekomen. Om mensen uit te nodigen bij gastgezinnen.
Dus dat mensen vanuit het asielzoekcentrum, de Orangerie in dit geval, dus bij gastgezinnen thuis kunnen komen. En ik zou dat graag willen organiseren, maar ik kan dat niet alleen doen. Ah. Dus ik zou graag mensen willen oproepen om naar... Ja, de camera. Ja, ik zou graag mensen willen oproepen om via mijn Facebook-account, Lieneke Gerson, met een Z, een berichtje te sturen. Mochten ze mee willen denken en mee willen helpen om een Eat & Meet te organiseren. En wat bied je dan eigenlijk aan? Wat bied ik aan? Nou, nee, ik... wij, stel ik wil meedoen. Klinkt hartstikke goed. Wat bied ik dan aan? Om één keer in de week, één keer in de twee weken? Ja, op incidentele basis kun je zeggen van, goh, ik wil als gastgezin inderdaad een vluchteling of meerdere vluchtelingen uitnodigen om te komen eten en om elkaar te ontmoeten. Ja. Omdat het mensen zijn die alles hebben verloren. Ja, dankjewel. Ik hoop dat heel veel mensen gaan aanmelden. Dankjewel. Voor jouw Eat & Meet, via jouw Facebook en bij de Stichting Bootvluchteling. En ik ben heel benieuwd wat het jou verder gaat brengen, wat je verder gaat ondernemen. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Ja, jou, dankjewel. We gaan naar het eerste nummer van de band, Tip Jar. Dankjewel, Annemoon. Het eerste liedje dat we gaan doen heet Let Go. Dan weet de band het ook meteen. En het gaat over, je kan niet alles regelen in het leven. Dus soms moet je dingen gewoon laten gaan. En het sluit toch wel een beetje aan op het vorige onderwerp. Want het ging net ook over moedeloosheid en frustratie bij de grote problemen waar je dan toch iets tegen wil doen. Je moet misschien accepteren dat niet alles geregeld kan worden. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het helemaal laat gaan. Dus je kan wel degelijk een bijdrage leveren, zoals we net hoorden. En dan vervolgens accepteren dat je niet alles kunt oplossen. Enfin, let go. And if you're wondering why the world keeps changing, and if you're puzzled by the way things go, before you even think of rearranging, let go. On a tiny little splinter, trying to slide into the perfect flow. After spring and summer, we get winter, let go. I don't want to miss the sun when love beats everyone. I don't want to miss the sun when love meets everyone. But I don't want to miss this sign anymore. And if you're looking for a four-leaf clover in a field of weed that you and I know, you're running out of time, but it's never over, let go. Universe knows some wicked ways of playing, fate directing each and every show. But life is not about the dance you're playing, let go. I don't want to miss the sun when love feeds everyone. I don't want to miss the sun when love feeds everyone. I don't want to miss this sign anymore. Let's find the perfect way to live. Let's find the perfect way to live. Let's find the perfect way to live. Let's find the perfect way. Searching and everybody's trying to seize another day and take it slow, but we can't keep the ones we love from crying. Let go.
around on a tiny little splinter, trying to slide into the perfect flow. But after spring and summer, we get winter, let go. I don't wanna miss the sun when love feeds everyone. I don't wanna miss the sun when love feeds everyone. I don't want to miss the sun anymore. I don't want to miss the sun anymore. Tip Jar en de Spam Band. Dadelijk meer. Het nieuwe Eindhoven Museum exposeert delen van het voormalige Kemperland Museum. In een tentoonstelling Haar Stad in het Design Museum. En dat is daar te zien tot en met 31 december. Ik ga praten met directeur Bart Renne. Het Eindhoven Museum. Ja. Is dat nieuw? Nee, dat bestaat al sinds 2012. Ah, vertel. Waar bestaat het uit? Want daarvoor waren het... Het is een fusie uit het prehistorisch dorp, zoals de meeste Eindhovenaren het kennen. Ah ja, wat ook even Home geheten heeft. Home, het openluchtmuseum Eindhoven. Ja. En voormalig museum Kemperland Eindhoven. Waarom was Kemperland ook alweer gesloten? Volgens mij, dat is wel voor mijn tijd, omdat er uiteindelijk gewoon bezuinigd moest worden. En die zijn bij elkaar gevoegd. Ja, en die collectie die heeft al die tijd opgeslagen gestaan? Ja, die lag in de Steentjeskerk, daaronder in de gewelven. En dat gebouw hebben we destijds moeten afstoten. Alles is naar andere plekken gebracht. En de afgelopen 4 jaar was het museum vooral druk met het beheer van de collectie. Ja, hoe was die eraan toe? Dat kon beter. Het zijn 23.000 objecten. Dat is de 5e grootste collectie van heel Noord-Brabant. Zo. Ja, die hebben we in 2 maanden tijd toen uit de Steentjeskerk naar andere plekken moeten brengen. Ja. Allemaal moeten registreren, een stukje moeten ontsmetten. En dat is een enorme klus geweest. En ja, de aandacht is heel erg naar de collectie zelf gegaan. Wat is het voor collectie? Heel uiteenlopend. Van cultuurhistorische objecten, alledaagse gebruiksvoorwerpen, tot ook kunst, schilderkunst, tot de jaren 70, 80. Met een focus op de Kempen en Eindhoven. Ja, jij bent wel een nieuwe directeur van deze, ja, van dit museum. Ja, wanneer ben je aangetreden? 1 maart. En waarom wilde jij directeur worden van dit museum? Ik heb hiervoor 5 jaar lang in Utrecht gewerkt als directeur van het samenwerkingsverband van musea. En na 5 jaar dacht ik, nu wil ik zelf een museum leiden, lijkt me leuk. Mm-hmm. Toen zag ik de vacature en ik heb hele goede herinneringen aan in ieder geval het vroege prehistorisch dorp. Ik heb daar als 11, 12 jaar jongetje, ben ik op prehistorisch kamp geweest, heb er ook overnacht. Oh, wow. En ja, hele leuke herinneringen aan. Ik dacht, daar wil ik gewoon directeur voor worden. In zo'n boerderij. Oh, geweldig. En toen ik solliciteerde was het park dicht, want het was in de winter. En bleek inmiddels een middeleeuws stadje bijgebouwd te zijn. Maar die had je nog nooit gezien? Had ik niet gezien, want ik was er 25 jaar niet meer geweest. Oh ja. Dat heb ik me toch uit kunnen redden. Beetje veranderd, beetje gemoderniseerd. Een beetje gemoderniseerd. Nou, en toen ik aangenomen was, liep ik rond op het park. En ik wist eigenlijk precies de boerderij waar ik overnacht had te vinden. Ja. En ook het hoekje waar ik toen sliep. Ja. En het leuke is dat mijn oude basisschool nog steeds komt. Ah ja, en het jongetje in jou, wil je er nog een keertje slapen? Heb ik al gedaan. En? Ik heb in april een hele week in het park geslapen. Wauw. Ik snap wel waarom onze overnachtingen meestal toch in de wat warmere maanden van het jaar geboekt zijn. Ja, 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 dat is heel karig daar natuurlijk. En daar ben je zelf directeur van geworden. Ja. Cool, maar we hebben jou hier vooral zitten vanwege de tentoonstelling Haar Stad. Die net geopend is. Ik ben gisteren nog even wezen kijken, vlak na de opening. Het kiest het interbellum, de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Waarom is dat? Dat is een hele belangrijke periode voor Eindhoven. Eindhoven is in 1920 echt officieel als de huidige gemeente ontstaan. Dus daarvoor had je het stadje Eindhoven. Ja.
met de omliggende dorpen, Woensel, Gestel. Ja. En je zag in de praktijk dat alle werkgelegenheid eigenlijk in Eindhoven plaatsvond, maar alle lasten daarvan, die zaten in die omliggende gemeentes, maar die waren te klein om dat eigenlijk zelf allemaal op te kunnen lossen. Mm-hmm. En in 1920 is eigenlijk Eindhoven's huidige gemeente, Groot Eindhoven, ontstaan. Ah, ja. En de groei van de stad, dus ook nou ja, die enorme snelle groei, heeft ook echt plaatsgevonden in die periode. En mm-hmm. daarmee was Eindhoven echt zo'n stukje later dan bijvoorbeeld een stad als Tilburg, die echt in de 19e eeuw heel snel gegroeid is. Oké. Ja. En waarom hebben jullie het perspectief vrouwen in die periode erop gezet? Nou, dat kwam omdat onze onderzoekers van de afdeling collectie, die gingen die geschiedenis reconstrueren en ontdekten dat er wel heel weinig over geschreven werd. En dus ja, toch de bekende verhalen, mm-hmm. Anton Philips, DAF, al die ingenieurs en arbeiders. En wij zien het ook als taak van het Eindhoven Museum om juist die delen van de geschiedenis uit te lichten die minder bekend zijn. Mm-hmm. En gek genoeg, nou ja, ongeveer de helft van deze stad is vrouw. Wordt daar niet nou, even in Eindhoven niet hoor. Dan moet je er even bij praten. Dat is dan misschien ietsje minder, maar ja, wel een zeer substantieel deel, zou je dat kunnen zeggen. Dat zeker weten. Juist daarom misschien. Precies. Dat zie je niet terug in de geschiedschrijving. Dus wij vonden het heel belangrijk om dat deel van de geschiedenis te belichten. En die industrie hier hangt echt samen met het feit dat hier heel veel vrouwen al werkten. Uh-huh. Omdat voordat Philips hier was, had je hier de treep- en de sigarenindustrie. En daar waren meisjes in werkzaam. Die hadden fijne vingertjes, die waren ook veel goedkoper. En daardoor was hier al een basis van goedkope vrouwelijke arbeidskrachten, ja, die ook mee hebben gewogen voor Philips en later ook voor andere industrieën om hier, zich hier te, ja, vestigen. En om jullie collectie nou heel dicht naar mensen toe te brengen, hebben jullie een aantal echt bestaande vrouwen uitgekozen uit, ja, heel verschillende standen. Om het verhaal te vertellen en de voorwerpen te laten zien. Er zijn er eigenlijk allerlei huiskamertjes gemaakt of een werkplek van iemand. Wat voor soort vrouwen hebben jullie eruit gelicht? We hebben 6 vrouwpersonages gereconstrueerd, waarvan er 4 echt bestaan hebben. En 2 zijn, nou ja, op basis van verschillende bronnen. Dat zijn meisjes uit de lampenfabrieken mm-hmm. bij Philips, maar ook een weduwe van een notaris uit goede stand, mm-hmm. een dienstmeisje, een secretaresse en een schooljuffrouw. Mm-hmm. En wat we hebben gedaan, je krijgt als je de tentoonstelling bezoekt ook een boekje mee en hebben we hele persoonlijke verhalen laten mm-hmm. maken, een soort filmscripts, ja, waardoor je dus echt meegenomen wordt in het leven van die vrouwen. Ja. En dat je dus ook ervaart dat het nogal uitmaakt of je dienstmeisje was of een dame uit een goede klasse. Ik denk, als ik het zo bekeken en gelezen heb, in die tijd nog meer dan nu. Dat er nog verschillen meer dan nu in de werelden, dat die werkelijk gescheiden waren. Ja. En mensen zich misschien ook nog veel meer identificeren met hun stand en hun rol. Het was niet de bedoeling dat je uit je rol viel, uit je klasse. Ja. En dat was binnen bepaalde zuilen. Hè. Dus je had heel duidelijk waarschijnlijk tussen katholieken, protestanten en socialisten en liberalen. Mm-hmm. Dus je ging eigenlijk, was het ook niet de bedoeling dat je omging met protestant als je katholiek was. We hadden gisteren bij de opening 3 oude dames op leeftijd die periode echt hebben meegemaakt. Eentje van 96 zelfs. Zo. Ja, en die vertelde, als ik dan met een protestantse schoolvriendinnetje naar huis liep, dan wist mijn moeder dat al. En die had dan te horen gekregen dat het niet de bedoeling was. Dat is toch de bedoeling dat je onder elkaar bleef. Ja. Maar ook binnen je zuil, ja, ja, was het niet de bedoeling dat jij als dienstmeisje een grote mond opzette tegen je mevrouw waar je voor werkte. Je moest wel je plaats kennen. Ja. Kan je iets vertellen over die vrouw die we hebben uitgekozen, Henrika Heesakkers? Wie was dat? Dat is de tweede van links. Ze is heel oud geworden ook, 96, ja, geloof ik. Zij is afgelopen augustus overleden, 15 augustus. Dus die heeft die is echt oeroud geworden. Oeroud, ja, geworden. Zij is eigenlijk na haar lagere school op 14-jarige leeftijd al gaan werken. Dat was heel normaal. Eerst als dienstmeisje bij verschillende families. En uiteindelijk in de lampenfabriek bij Philips. En vervolgens toen ze ging trouwen, moest je stoppen met werken. Mm-hmm. En toen is ze huismoeder geworden. Ja. Maar je moet je dus voorstellen, je bent 14. Als je dat vergelijkt met nu, dan ja, begin je eigenlijk een beetje. Hè, je kan net lezen en rekenen en je gaat naar een middelbare school. Je wordt gewoon het huis gestuurd en je komt bij een ander gezin. Ja. En daar werk je. En, ja, soms betekent dat dus ook kosten en inwoning, dat je er ook nog woonde. Ja. Wat is het mooiste voorwerp wat er in haar stukje tentoonstelling ligt? Wat ik wel heel mooi vind, is ook de gebruiksvoorwerpen. En één is eigenlijk een heel simpel ding. Dat is een wasrek. Mm. We hebben ook in de gesprekken met allerlei dames op leeftijd die periode hebben meegemaakt, kwam dat iedere keer terug. Dat was echt een verschrikkelijk ding. Iedere maandag wasdag. Nou, je schropte je echt. Daar was je de hele dag mee bezig. En daar zag ook iedereen erg tegenop.
En ja, als je dat gewoon bij ons in depot ziet, dan denk je, ja, een voorwerp. Ja. Maar als je die verhalen hoort en ook wat de betekenis daarvan was, krijg je er een heel ander idee bij. Want ja, nu doe je een wasje gewoon. Ja, huppakee, terwijl je nou, daar was je dus de hele dag mee bezig. Ja, ja, en dan had je ook nog voor de heren, moest je de kragen stijven, hè, dus die witte boorden. Ja. Dus dingen die we heel normaal vinden, kosten heel veel tijd. Was ook vervelend werk, zwaar werk ook vaak. En dat vind ik wel een heel mooi voorwerp. Dat iets wat eigenlijk heel gewoon is, dat er heel veel emotie en emoties bij zit. Ja, ja. Wie was Cornelia van Mol? Cornelia van Mol, dat was een daar dame. Daar heb ik geen foto van. Dat was een goede dame, eigenlijk mevrouw Fens. Dat was de weduwe van een notaris. Mm-hmm. Ze had ook twee huizen, hier aan de Keizersgracht en aan de Aalsterweg. Mm-hmm. En ze was op een gegeven moment ook weduwe. En daarin merk je echt een verschil. We hebben haar dagboek ook. Dat hebben we helemaal doorgelezen. En dat was echt een dame, ja, pijntje hier, pijntje daar. Toch maar niet naar de kerk, een beetje griepje. Ja. En, er ligt een bladzijde open en daar verwijst ze ook naar, volgens mij, een buitenlandse reis van haar man of zo. Dus dan zie je dat haar wereld wel veel groter was. Ze had een auto, ongekend in die tijd. Bijna niemand had een auto toen. Villa Cortogno, hè? Even spieken, volgens mij. Ja, Villa Cortogno. Ja. Dat was hun buithuis. Ze hadden er twee. Ah. Nou, die was dus met hele andere dingen bezig dan haar dienstmeisje. Dienstmeisje was eigenlijk gewoon bezig om de geld te verdienen en de eindjes in elkaar te knopen. Is deze tentoonstelling ook aansprekend voor kinderen? Ja. Wat het leuke is, is dat we op veel weekenden en ook in de kerstvakantie hebben we twee dagen. Dan lopen ook dames uit die tijd. Ja, ik ga er eentje hier aan tafel roepen, want daar botsen Christen tegenaan. Heel erg leuk om er even bij. Neem plaats. Maakt u het? Oh, u zegt u tegen mij. Wie stel je voor? Wie ben je? Ik ben in de tentoonstelling ben ik Marie. Een simpele huisvrouw die gewoon keihard werkt en voor de kinderen zorgt. En in het echte leven ben ik Jo-Hedwig Theeuwse. Een mevrouw die eigenlijk ook in de jaren 30 leeft. Ja, want het is een soort van second life. Dat geldt wel voor meer mensen die zoals jullie in een bepaalde tijd zijn ingeleefd. En als een soort van activiteitenbegeleider, verhalenverteller, personage daarin functioneren. Waarom ben jij zo gefascineerd door de jaren 30? Ja, daar ben ik eigenlijk al zolang ik me kan herinneren geweest. Als klein meisje in de jaren 70 had ik besloten dat ik eigenlijk alles heel erg lelijk vond. En nou, in de jaren 70 waren was alles oranje. Dat was ook echt wel een erg lelijk. Oranje en riet. Maar ik wilde als kleinkind altijd al een koffergrammofoon. En ik weet niet waarom, maar ik moest en zou er een hebben. En langzamerhand ontdekte ik dat ik de moderne muziek en de moderne kleding, dat trok me allemaal niet zo. En dan zag je oude films en dan zie je de oude auto's. En dan denk je van ja. Ja, ik begreep dat jij dit heel radicaal in jouw eigen leven hebt doorgetrokken. Wat betekent dat? Nou, ik leef dag en nacht al bijna 10 jaar als iemand uit de jaren 30. De enige moderne spullen in mijn huis, dat is mijn koelkast, omdat ik nog geen mooi jaren 30 werkend model heb gevonden. Dat en is een oproep? Ja, als u er een heeft, graag. En een computer die ik nodig heb voor mijn werk als historisch adviseur voor film en televisie en musea. Hoe doe je de was? Met de hand, met het wasbord. Oh, dan meen je niet. Iedere maandag wasdag. Vreselijk, ook nee hoor. Moet zweet en tranen. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk het geluk dat ik in het dagelijks leven niet 4, 5 kinderen heb en een man die naar kantoor gaat die zijn kraagje gesteven wil hebben. Dus bij mij is de was iets kleiner, iets minder werk. Dus dat scheelt wel enorm. De 30 jaren 30, crisistijd en de opkomst van Hitler, de naderende Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Is er een parallel met nu? Ja, er was natuurlijk ook veel angst. Want we horen op school nog steeds wel eens die verhalen van nou ja, niemand zag het aankomen. Maar aan het einde van de jaren 30 was dat toch wel anders. Er was heel veel dreiging en mensen hadden toch echt wel een idee van dit gaat helemaal mis. Ja. Nou, dat voelen we nu natuurlijk weer. Of eigenlijk, zolang als ik me kan herinneren, is altijd weer ergens een dreiging vandaan geweest. En de crisis, dat is natuurlijk ook wel erg moeilijk als je heel erg in de jaren 30 zit, als expert er heel veel mee bezighoudt, dan word je er af en toe wel een beetje moe van als moderne mensen roepen van, oh, we hebben nu ook weer crisis. Ja? Want het gaat alleen maar om geld. Terwijl mensen nog steeds twee huizen of twee auto's hebben, nog steeds vakantie gaat, twee huizen niet meer, auto's wel. En dan kijk ik naar de crisis in de jaren 30 en heb ik zoiets van, ja, weet je, vroeger had men crisis, betekende dat je kinderen zonder schoenen naar school moesten. Ja. En gewoon soms zonder eten naar bed. En dat is in mijn visie is dat echt crisis, dus dan valt het allemaal nog wel mee. Wat zijn de mooiste kwaliteiten van de jaren 30 waar we nu juist iets van zouden kunnen leren? Er was, vooral in de grote steden, was er toch meer een soort van gemeenschap. Je had echt het idee van de hele buurt kende elkaar, iedereen hield elkaar in de gaten. Het bekende cliché van, ja, je kon een touwtje uit de voordeur laten hangen, je kon de voordeur open laten.
laten staan. Meer cohesie? Ja, absoluut meer cohesie. Maar ook in plaats van dat je naar een supermarkt ging... waar je niemand kent, waar een chagrijnig meisje achter de kassa zit... die geen boe of bad terugzegt... ging je naar een buurtwinkel waar je iemand, waar je iedereen kende... en waar je, als je even geen geld had, waar je het ook kon laten opschrijven. Hechte gemeenschappen. Ja, het waren eigenlijk meer kleine dorpjes. En het had natuurlijk zijn voor- en nadelen, want ja... de jaren 30, daar zitten ook heel veel nadelen aan, heel veel donkere kanten. Maar als je het verleden... Dat zijn waarden die we wel wat meer zouden kunnen gebruiken. Ja, als je het gaat vergelijken, het heen met het verleden, dan zie je in beide periodes dingen waarvan je denkt van nou, dat was toen leuker en dit is nu leuker. En misschien dat we dat een beetje van elkaar moeten leren. Ja, dankjewel. Jullie hebben die prachtige tentoonstelling en heel mooi dat de Kemperland collectie weer ontsloten is. Dat is natuurlijk winst. Ik begrijp dat aan de andere kant het stukje prehistorisch dorp van Eindhoven, dat toch in wat lastiger vaarwater zit. Dat daar ook mensen ontslagen worden, juist van dit soort rolfiguren. Dat is niet zo heel makkelijk. Hoe ga je die balans aansturen? Nou, wij zijn naar de toekomst aan het kijken. En het museum zal gewoon meer moeten realiseren. En dat zijn eigenlijk, is één thema bindend. En dat is binden van bezoekers en publiek. En verbinden met allerlei maatschappelijke partijen in de stad. Mm-hmm. En dat betekent dat wij als organisatie veel meer naar buiten gericht zullen moeten worden. Mm-hmm. Ja, en dat vraagt om aanpassingen. En daar zit een pijnlijke kant aan. Maar het is wel nodig om te zorgen dat het museum echt zijn maatschappelijke rol kan pakken. Want het museum is van voor en door de stad. Ja, mijn kinderen hebben daar leren lopen en kruipen en fikkie stoken en kano varen. Zoals jij dat toen ook beleefd hebt als kind. Het is een museum waar we trots op zijn. Ja. 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 En het mooie is dat we nu ook een hele mooie verbinding kunnen maken tussen beide collecties. Inhoudelijk is dat lastig. Mm-hmm. Maar de rol die Jo Hedwig vertolkt, hè, dus zo'n personage wat een historisch figuur uitbeeldt en echt dichtbij brengt. Mm-hmm. Dat doen we natuurlijk ook altijd in het prehistorisch dorp. Waar mensen ook rondlopen, prehistorische kleding, ambachten demonstreren. Ja. En het mooie is dat die twee collecties elkaar daar versterken. In de manier waarop we met het publiek omgaan. Ja, want dat maakt het leuk. Dat je betrokken wordt, dat je dingen kan doen. En het ook zelf voor een stuk kan doen. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld heel leuk in de kerstvakantie. Dan hebben we een speciaal kinderprogramma. Mm-hmm. En dan gaan Jo Hedwig en haar collega's gaan kinderen leren hoe je toen kerst vierde. Hoe je van niets toch een mooie kerst kon maken. Ja, hartstikke leuk. Je hebt nog een iets leuks voor de zaal hier. Alleen maar live. Jullie hebben allemaal een flyer op de tafel liggen als het goed is. En daar zit ook een sticker bij. Tweede kaartje gratis. Dus als jullie het leuk vinden om na deze uitzending in het Designhuis ons tentoonstelling te bezoeken. Neem iemand mee. En je hebt volgens mij een hele mooie middag dan samen met deze uitzending. Heel erg de moeite waard. Dankjewel Bart. Graag gedaan. Dankjewel Jo Hedwig. Veel succes. Filmpje. Dit is hem dan. Mr. Gay Netherlands 2015. En hier is hij vooral te vinden, in het stadhuis. Het gemeenteraadslid van GroenLinks liet 9 andere finalisten achter zich tijdens de grote finale in Amsterdam. Zo blij, heel blij. Ja, echt super gaaf. Wat is jouw boodschap? Ons land wordt steeds homo-onvriendelijker. Van de 10 Nederlanders is er eentje homo of lesbo of transgender of bi. Eentje die accepteert het en de andere 8 niet. En daar moet je eens over nadenken. Nou, dat is een heel moeilijk land, een hele moeilijke maatschappij om in op te groeien. Dus ik wil naar de Tweede Kamer en ik ga daar op de barricade staan. En we gaan allemaal ervoor zorgen dat Nederland weer het homo-vriendelijkste land van Europa wordt. In 2010 was hij politiek talent van het jaar en in 2013 werd hij raadslid van het jaar. En nu weer Mr. Gay Netherlands. Wat is er met die man? Verzamelt hij prijzen? En wat gaat hij met de titel doen? Aan tafel GroenLinks gemeenteraadslid Tom van den Nieuwenhuizen. Laat hem even zien. Mr. Gay Netherlands. Die hebben we in Eindhoven toch ook maar weer binnengesleept. Dat kan ik ook zeggen. Ja, super. Gefeliciteerd. Dankjewel. Waarom wilde je het überhaupt worden? Waarom wilde ik het überhaupt worden? Omdat ik denk dat het me een platform kan geven om een verschil te maken. En ik hou ervan om een verschil te maken, want ik wil dat toe doen. Ja, wat heb je moeten doen om het te worden? Hoe zit de wedstrijd in elkaar? Ik moest beginnen met een motivatiebrief te schrijven, zonder foto erbij. En dat is wel heel typerend voor de Nederlandse Mr. Gay-verkiezing.
Voor de Nederlandse zeg je daarbij? Dat ja, in het andere is, landen nou ja, je anders? Hebt Mr. Gay World en je hebt Mr. Gay Europe. Ja. En van daaruit is ieder land heeft zijn eigen Mr. Gay verkiezing. En in heel veel van die landen is het een beetje een vleeskeuring. Hè? Dan is het een beetje wie heeft het leukste kopje en de mooiste sixpack. Ja. En wie kan het mooist geolied op de foto bij komen. Een mister of ja, een nou, ik heb geen sixpack. Dus, oh, jammer. Ja, helaas. Je gaat helaas. Hem ook niet laten zien. Nee, ik kan hem niet laten zien, nee, want ik heb hem niet. Ja. En het mooie is dat je eerst die motivatiebrief moet schrijven. Nou, en de tweede is, dan vragen ze wel een foto. Een gewone foto en een foto waar je helemaal op staat. En nou, dan komt er een voorselectie en op basis daarvan komen er interviews om te kijken of je niet een of andere nou, wacko bent, weet ik veel wat. Mm-hmm. Of je ja, een beetje hetzelfde interview hebt wat we eerder hebben gehoord vandaag. Dat je stabiel bent in je hoofd, ja, en dat je niet allemaal rare dingen gaat doen. En, maar je moet ook een beetje knap zijn. Die foto zit er toch bij. Wel, dat helpt wel. Ik heb ja, even gekeken op de site naar de andere kandidaten. Ja. Het waren toch niet echt oerlelijk. Nee, nee. En ze lijken allemaal een visie te vertegenwoordigen. Er stond er eentje bij die wilde meer aandacht voor homo's met HIV. Iemand die voor de jongere homo's meer aandacht vroeg. Dus moet je een soort van item eraan koppelen waar je voor wil gaan strijden? Nou ja, je moet wel in ieder geval een motivatie hebben waarom je het wil doen en wat je ermee wil bereiken. En dat, dat komt eigenlijk al naar voren in die brief. En het verschil per kandidaat. Iedereen had een heel persoonlijk verhaal. De een die wilde gewoon meer vrolijkheid in het leven en meer positiviteit. De ander, dat was een jongen met HIV, waar je zelf aan refereerde, Lucas. Die ook echt zoiets had van ja, dat ik HIV positief ben, wil niet zeggen dat je niet meer met mij een hamburger kunt gaan eten. Ik wil niet permanent uitgesloten worden en altijd dat label krijgen. Nou, zo had iedereen zijn eigen verhaal. En ik zat daarin meer op de jongeren en de ontwikkeling en de algemene ontwikkeling, wat ik ook in het filmpje zeg van. Er is zo weinig acceptatie in Nederland. De enige acceptatie die we kennen is de doe maar normaal, dan doe je gek genoeg acceptatie. Mm-hmm. Oh ja, wat houdt dat in? Nou ja, als je gemiddeld bent in Nederland en niet opvalt, dan accepteren we dat. Maar eigenlijk accepteren dus je mag we wel homo zijn, maar het moet niet te zichtbaar zijn? Nou ja, hoe vaak hoor jij doe maar normaal, dan doe je gek genoeg? Hè? Ik hoor het nooit. Ja, jou accepteren we wel, want jij bent tenminste een normale homo. En niet zo'n homo als op tv. Ja, wat is een normale die homo hoor ik wel in eens hemelsnaam? Langskomen. Ja. Wat is dat nou in hemelsnaam? Ja. Dat is een of andere gemeenschappelijk of een of andere gemiddelde van de maatschappij of zo. Alsof de normale hetero zou bestaan. Ik hoop het niet. Ja. Ik hoop het niet. En ik hoop dat we allemaal onszelf kunnen zijn. Maar ik merk het wel. En ik werk natuurlijk in het onderwijs. En daar zie ik je werkt bij Fontys als docent. En dan werk je ook met studenten van nu. Wat is het verschil tussen je eigen generatie en de generatie van nu? Dat ze allemaal een telefoon in hun broekzak hebben. Ja, en, ik bedoel op het homo-acceptatie. Nou, dat is heel betekenisvol, die telefoon. Want met die telefoon zijn ze namelijk in verbinding met de hele wereld. Ik weet nog dat ik opgroeiende naar de bibliotheek ging en daar een boek ging zoeken en dat in een ander boek legde, zodat niemand de kaft kon zien als ik het boek opensloeg, om te lezen wat dat nou was als je naar mannen keek en niet naar vrouwen als man. En kwam je uit een dorp of uit de stad? Weert, mag jij beoordelen of het een dorp of een stad een dorp is. En, dat vond ik namelijk ook. Ja. Maar ze vinden het zelf een stad. Dat was. Nou ja, ik ben 33, weet je, dat was in de jaren 90. Ja. Toen had je inbel internet. Zo'n schaamte. Waar je een gulden per minuut voor moest betalen, ongeveer bij de bibliotheek. En het was totaal, ik wist het niet. En jongeren van nu, die hebben die telefoon in hun broekzak. Ja, en die kunnen dus, die zien dat ze niet alleen zijn. Ja. Die zien je kunt dat je er eerst anderen aansluiten zijn. Bij anderen. Precies. Voordat je je coming-out doet. En dat maakt je coming-out makkelijker. Je kunt er in ieder geval met andere mensen over praten. Als ik kijk hoeveel jongens van 15, 16, 17 mij nu mailtjes sturen, berichtjes op Facebook sturen. Van, oh wat fijn dat je zo inzet en dat je dingen doet. En ik worstel zo en ik vind het heel eng. En ik ga het vanavond mijn broer vertellen. En ik hoop dat hij me niet in elkaar slaat. Of ik ga het volgende week mijn ouders vertellen. Nog steeds. En ik hoop dat ik dan nog thuis kan komen. Ja. En de helft daarvan haal je jezelf in het hoofd. Ja. Maar de andere helft is gewoon wel de maatschappij zoals die is. Want we denken dat we in Nederland een hele open maatschappij hebben. Ja. Ondertussen, als jij daar zegt dat van de 10 mensen daar 8 homoseksualiteit, bi, lesbisch en transgender niet accepteren, daar schrik ik wel van. Ja, en dat is heel veel. Hè. Er zijn veel mensen die het tolereren. Ja. Maar tolerantie is echt iets anders dan iets accepteren. Wat is voor jou het verschil? Nou, iets accepteren is dat je iemand laat zijn wie die is. Ja. En dat je, als je, en dat je dat omarmt als maatschappij en dat we die diversiteit omarmen met elkaar. Tolereren betekent, nou ja, de buren hebben een feestje. Ik heb er heel veel last van, maar ik ga er vandaag even niet over klagen. Dat is tolereren. Ja. En dat is wel echt een verschil. Wat gek, hè? Terwijl het zelfs bij, of misschien wel juist bij de rechtse partijen, de PVV, zo'n strijdpunt is geworden voor onze Nederlandse nationaliteit, dat onze homo's geaccepteerd worden. Hebben ze dat
item een beetje gekaapt? Nou ja, ik denk dat ze het gewoon misbruikt. Misbruikt, ja. Ja. Ik denk dat überhaupt politiek heel veel misbruikt wordt, dit thema. En ja. Daarom ja. wilde ik het ook graag buiten de politiek pakken. Is er nog een verschil tussen jongens en meiden? Want ik werk ook bij Fontys als docent en daar zie ik in de jonge generatie toch... En om me heen ook de mannen er makkelijker voor uitkomen. Alsof het ook een soort van nieuwe, plezierige identiteit verschaft. Eenmaal dat je die drempel over bent. Daar waar ik meiden een beetje onzichtbaar zie blijven. En ook in de media ken ik veel meer voorbeelden van mannen dan vrouwen die homo zijn. Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik merk zelf niet heel bewust dat verschil. Ik merk wel dat ik meer benaderd word door jongens dan door meisjes. Maar dat is misschien ook meer omdat ik... een man ben en geen vrouw. Ja. En misschien moeten we ook wel gewoon een Miss Lesbo Nederland hebben. Oh, die bestaat nog niet? Dat weet ik niet. Ik hoop dat we er heel snel iets mee gaan doen. Ja. Leuk. Dus ik denk dat mensen rolmodellen nodig hebben om zich mee te kunnen identificeren. Maar vooral ook om ermee te kunnen communiceren. En dat is denk ik heel belangrijk. Ja, wat ga je doen nu je de meer aandacht krijgt vanwege deze prijs? Wat ik in ieder geval doe is heel veel communiceren met allemaal mensen op allerlei niveaus. Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Ja, waar dan bijvoorbeeld? Waar kom je dan terecht? Je hebt heel veel gay straight alliances in middelbare scholen. Ik weet niet of je dat kent. Nee, vertel. Dat zijn hetero jongeren en homo jongeren die samen een verbinding slaan om... een beetje te vieren dat we allemaal kunnen zijn wie we zijn. Wow. En daarvoor uit durven te komen. En bijvoorbeeld één keer per jaar allemaal een paars t-shirt dragen... om een stukje awareness te creëren van... Hey, je kunt zijn wie je bent en we zijn samen één of zo. Acceptatie gaat dat over en dus niet over tolerantie. Ja. Dus dat is heel mooi. En die vragen vaak ook van, hey, wil je dan meedoen of wat dan ook? Ja. En wat ik zelf wil doen, ik wil eigenlijk dat het Mr. Gay Nederland verhaal ook heel erg op die inhoud sterk blijft. Mm-hmm. En als het op die inhoud sterk blijft, zou ik een soort... ik zou graag de Tweede Kamer willen toespreken, maar waarom wil ik dat? Omdat ik vind dat iedere politicus in Nederland op de eerlijke manier het gesprek moet aangaan in deze maatschappij over wat wij eigenlijk jongeren aandoen. Mm-hmm. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Ja. Want we zeggen eigenlijk tegen iedere jongere in Nederland dat ze een rol moeten spelen. Maar niet alleen... spreekwoord moet u überhaupt schrappen. Waar je het ook op legt. Helemaal mee eens. Maar we doen het wel constant. Wij gaan Stichting Anti dat Spreekwoord oprichten. Dat spreken we Ik wil hier even naar kijken. Nederland stond vroeger op de tweede plaats, heb ik begrepen, van het meest homovriendelijke land in Europa en is gekelderd nu naar de zevende plaats. Dat gaat niet goed. Nee, dat Hoe kan dat? Nou ja, we zijn een beetje lui geworden, denk ik. Hè. We hebben hier natuurlijk het op een gegeven moment het huwelijk opengesteld voor iedereen. En toen hadden we het wel geregeld. Maar dat hebben we toen met heel veel politieke compromissen gedaan. Vanwege het CDA? Nou ja, vanwege gewoon op dat moment de politieke actualiteit. Hè, de realiteit van toen, hè, het was 2001. Ja, maar is dat toch de religieuze kant die daar meer moeite mee heeft? Nou ja, de religieuze kant heeft er nog steeds moeite mee. Hè. Kijk maar nu wat er met Bas allemaal gebeurt in de media. Maar wat je ziet is dat er op dat moment de maatschappij er ook nog niet helemaal aan toe was of zo. Weet ik veel. En de landen die het nu doorvoeren, het openstellen, hè, een Frankrijk, een Spanje, een Engeland, die doen het ook meteen over de hele breedte doorvoeren. Ja, terwijl er in Frankrijk veel verzet tegen is geweest. Precies. Ja, en precies. Spanje een heel mediterraan macho land is. Engeland is er ook heel veel verzet tegen geweest. En in Engeland is het zelfs zo dat het staatshoofd het hoofd van de kerk is. Ja. Dus alle kerken moeten het nu ook accepteren daar. Wat zou er nu in Nederland in de regelgeving moeten worden verruimd? Nou ja, het zou helpen als dat je in ieder geval voor de wet allemaal gelijk zou zijn in Nederland. Mm-hmm. En dat zijn we niet. En dat betekent bijvoorbeeld ook adoptie mogelijk maken? Dat betekent, het gaat over adoptie, dat gaat over ouderschap, dat gaat over samengestelde gezinnen. Als je kijkt waar bijvoorbeeld D66 zich nu heel erg druk over maakt en heel erg voor inzet, is dat je samengestelde gezinnen krijgt. Hè? Twee vaders en een moeder. Mm-hmm. Maar dat is in ons erfrecht niet geregeld. Regelen. Maar als je dat samen zo een kind wil opvoeden, dan kan een van de twee vaders... die kan zijn geld niet laten doorerven aan het kind. Ja. Dat is toch verschrikkelijk als je daar allemaal juridische zaken voor moet terwijl aanspannen. Terwijl het een werkelijkheid is. Terwijl je gewoon een kind gewoon een liefdevolle omgeving wil geven om in op te groeien. Ja. Ja. Dus ja, we hebben nog wel wat te doen in Nederland. Ja. Ja. Wat zijn je eerste stappen die je gaat ondernemen? Nou ja, ik heb nu gesprekken met een aantal politieke partijen. Want je moet in zo'n Tweede Kamer, dan moet je op een of andere manier moet je daar binnen zien te lullen. Nou, daar helpt mijn politieke netwerk dan wel weer mee.
Dus ik krijg op dit moment hulp van het CDA en de VVD en D66 en GroenLinks. Dus toch wel over de breedte ook van partijen. En ik denk... En dan mag je daar komen inspreken? Nou, wat ik wil is de Tweede Kamer toespreken. Een tussenstap is, er is dadelijk in het voorjaar is er een commissievergadering van de Tweede Kamer over ouderschap en de toekomst van hoe we ouderschap gaan regelen in Nederland. En dat is er eentje die ik samen met Steven wil gaan doen. Steven is een van de andere Mr. Gay finalisten die heel erg opkwam ook voor dat ouderschap. Dus dat willen we samen ook gaan doen. Is het ook een issue voor jou? Wil je zelf graag kinderen en moet daarin nog iets gebeuren voordat dat voor mij jouw manier vorm kan krijgen? Voor mij persoonlijk niet. Mijn partner en ik hebben ervoor gekozen om geen kinderen te doen. Dat heeft hele andere redenen. Heel goede beslissing. Ja. Oh, sorry, mijn dochter is in de zaal. Dat heeft hele andere redenen voor ons. Maar ik vind wel dat het een keuze moet zijn die voor iedereen dezelfde keuze is. En niet dat je als homopaar wel geschikt bent voor crisisopvang als het nodig is, maar voor adoptie niet goed genoeg bent of 7 jaar door een of andere screening heen moet. Want dat vind ik echt heel raar in Nederland. Ja, krankzinnig. Ja, heel veel succes met jouw strijd. En, dankjewel. Alle goeds en hou ons op de hoogte van de vorderingen daarin. Gaan we zeker doen. Dankjewel, Tom van Nieuwenhuizen. Dit was hem. Volgende week ga ik praten met de winnaar van de nieuwe Nelson Award Eindhoven. En met Hans van Heiningen over zijn net geopende Pan P. En is er meer muziek van Tip Jar. Tot dan. Spam is a pre-cooked meat product with only the best hand-picked ingredients in the area. It's greasy, it's salty, it's tasty.